Irna Woude, een magische naam bij de marathonschaatsers. Als je die op je palmares hebt, dan betekent dat wat. 97 was de laatste klassieker die hier verreden werd. Toen won Hans Pieters hem. Nu, 13 jaar later, ligt hij weer een mooie plaat ijs en de wedstrijd is een feit. De koers heeft een verloop die redelijk voor de hand ligt en de winnaar werd Arjan Stoetinga. Die zondag ook nog even nationaal kampioen werd in Utrecht op de baan. Een rijder die zeker de aandacht verdient door zijn sterke optreden en die tevens de koers hard maakte door zijn niet aflatende aanvalsdrift is Douwe de Vries. De SOS Kinderdorpenrijder was in zijn element en we vroegen hem hoe hij het ervaren had. Een van de meest begeerde natuurreisklassiekers te mogen rijden. Douwe de Vries, een derde plaats hier in de klassieker in Irnewoude is mooi, maar jij wilt meer. Klopt, ja, ik had het liefst gewonnen natuurlijk. Het kopgroepje eerst was heel goed. Met Stroet, op zich zou je zeggen van waarom ga je daarmee schaatsen, want dat is een snellere jongen. Maar het is natuurlijk nog een heel eind en er kan van alles gebeuren. Toen kwam Chris Pijn en Bart kwamen erbij, twee ploeggenoten. Toen werd het wel ietsje anders. Toen ging Chris Pijn ook heel veel werk doen, dus kon Stroet iets meer uitrusten. Die was gewoon nog in die finale daardoor nog best wel fris. Al fris, maar fris genoeg. Ja, je zit allemaal scenario's te bedenken van hoe ga ik dit even doen en wanneer ga ik demareren en wanneer niet en met wie wel en met wie niet. Uiteindelijk loopt het allemaal weer anders dan je gepland hebt, maar ik heb wel geprobeerd, alleen het zat er gewoon niet in, helaas. Maar het liefste win je er gewoon een, daar doe je alles voor. Een podiumplaats rechtvaardigt wel de inspanning en de vorm die je de laatste weken toont, want je bent goed bezig. Ja, de laatste tijd gaat weer goed. De NK moet ik zeggen, reed ik niet zo goed. Het was ook een beetje materiaal dingetjes had ik niet helemaal goed voor elkaar. Dat heb ik nu helemaal wel goed voor elkaar. En dan zie je, dan kan ik een natuurreis ook gewoon in één keer goed mee. Ben je meer een natuurreisrijder geworden de afgelopen jaren? Op zich ben ik wel allround. Het ging me eigenlijk altijd wel goed af, natuurreis. De laatste jaren gaat het wel steeds wat beter. Ook op het Wijzerzee gaat het gewoon wel altijd heel goed. En alleen moet ik nog even één winnen op natuurreis. Dat is er niet gelukt. Maar dat gaat er, dat vertrouwen heb je ongetwijfeld van komen. We hebben morgen nog en daarna gaat het weer een beetje dooien, geloof ik. En dan, sowieso Wijzerzee in Zweden nog. Dus het natuurreisseizoen begint pas.